Het is zijn eerste internationale krachtmeting als president van de Verenigde Staten. Joe Biden ontmoet vandaag zijn Russische collega Vladimir Poetin in het Zwitserse Genève. Zal blijken hoe het zit met de toch al sterk bekoelde verhoudingen tussen de twee politiek leiders. Ze hebben wel gekozen voor een hele grote symboliek, hè? Genève, waar ooit Gorbachev en Reagan toch een soort van doorbraak bereikten. Dus ja, dat schept verwachtingen. En dat terwijl er eigenlijk nu nauwelijks verwachtingen zijn. Dus dat is al wel een contradictie. En het enige wat er eigenlijk een beetje in zit is een zogenaamde koude vrede. Dat de vrede tussen Rusland en Amerika bewaard blijft. Maar de relatie is zo kil, eigenlijk op alle fronten. Hè. Je kunt zeggen dat we nu in de hele diepe kelder zitten van de internationale betrekkingen. Van een koude oorlog zijn we naar een koude vrede gegaan. En dat nog in een diepe kelder. In een diepe kelder. Ja. Hij heeft wel gelijk. Het is zeker geen koude oorlog. Die retoriek die moeten we achter ons laten. Want de VS zijn niet meer de VS uit de jaren 80. Het is een supermacht nog altijd. Maar wel eentje die met terughoudendheid in sommige achterbuurten van de wereld nog optreedt. Dus niet meer de politieman die we ooit hadden. Rusland is het al helemaal niet meer. Rusland is eigenlijk een land wat helemaal niet meer zo machtig is, maar natuurlijk nog wel een nucleaire macht is. En Rusland zit de Amerikanen onder de huid. En niet alleen de Amerikanen, ook de Europeanen. Deze hele ontmoeting is niet te vergelijken met die van Gorbachev en Reagan. Het is ook eigenlijk een beetje raar, want Biden zocht nou juist de confrontatie met China. Afgelopen 7 dagen, G7, NAVO-top in Brussel. En nu dan deze rechtstreekse confrontatie met Poetin die hij zelf gezocht heeft. Mm-hmm. Het is waarschijnlijk om 2 redenen. Aan de ene kant omdat Biden altijd kijkt of hij een vorm van samenwerking kan zoeken. Daar staat hij ook onbekend. Ze kennen elkaar ook, deze mannen. Aan de andere kant moet hij een waarschuwing afgeven aan de Russen. Want ze hebben behoorlijk wat hackoperaties opgezet. Daar zou je toch zeggen, een koude vrede. In vredestijd ga je natuurlijk niet elkaars oliepijpleiding bijvoorbeeld hacken. Oliepijpleiding, een grote vleesfabriek, Amerikaanse departementen. En dan zijn we nog niet zo heel lang geleden. Inmenging van de verkiezingen. Zijn er ingemengd. Iets wat overigens ontdekt is door de Nederlandse Veiligheidsdiensten. Dat is een Russisch hackerscollectief, dat heet Cozy Bear. Nederlandse Veiligheidsdiensten hebben dat eigenlijk opgespoord en ontdekt. En ook gevonden waar dat vandaan kwam. Duidelijk te relateren aan Russische machthebbers. Ja. Maar kun je dan dus zeggen dat Rusland echt niet meer zo groot is, als ze dus toch wel echt best wel concreet onder de huid kunnen gaan zitten? Ja, dat is juist het dubbele. Rusland kan zich niet meer op dezelfde manier manifesteren. Heeft het wel nodig om die spierballen te laten zien. Poetin heeft dat nodig voor binnenlands gebruik. Met name die hackoperaties, dat zijn operaties waarvan je zegt van, ja, die brengen heel veel schade aan in het binnenland en ook aan onze democratische processen. Dus iemand moet daar tegen opstaan. En Trump deed dat niet. Hè? Trump zocht een soort vriendschap met Poetin die denk ik ook nog wel bewonderde. Ja, en Biden doet dat niet. En Biden maakt hier echt iets van het is zijn democratieën tegenover de autocratieën waar Poetin er een vertegenwoordiger van is. Maar de enige autocratie waar de Amerikanen het echt op gemunt hebben, dat is China. Ja, nou, Poetin die blikt eerder deze week alvast eventjes vooruit op deze ontmoeting in een interview met NBC. We have a bilateral relationship that has deteriorated to what is the lowest point in recent years. However, there are matters that need a certain amount of comparing notes and identification and determination of mutual positions so that matters that are of mutual interest can be dealt with in an efficient and effective way in the interests of both the United States and Russia. So there is nothing unusual about it. Wat zijn die gedeeltelijke belangen waar hij het over heeft? Bijvoorbeeld Iran. Trump heeft de Iran-deal die onder Obama nog was gesloten, die heeft hij verscheurd. Dat heeft er niet toe geleid dat Iran minder zijn kwalijke invloed op de regio en op de wereld heeft laten zien. Ze zijn ook dichter bij het ontwikkelen van een atoombom gekomen. Amerikanen willen uiteindelijk, dat is een buitenland doel van Biden, die deal herstellen of misschien zelfs wel verbeteren. Ja, daar hebben ze de Russen voor nodig. Klimaatbeleid is een andere, daar heb je de Russen voor nodig. Het verspreiden van vaccins over de wereld, het Sputnik-vaccin, hebben de Rusland, daar heb je de Russen mede voor nodig.
deze wereld hangt zo aan elkaar dat je ook met je tegenstanders en zelfs je vijanden, ik zou dus geen vijand willen noemen, maar het Kremlin staat wel wat vijandiger en zeker de laatste jaar tegenover de westerse wereld. Dat je en zaken moet doen met elkaar en tegelijkertijd ook af en toe een rode lijn moet laten zien. En dat is wat vandaag in Genève aan de orde is en wat Biden moet laten zien. En dat heeft hij zelf ook een beetje gehyped, hè, door te zeggen van ik ga nu Poetin de waarheid zeggen. Ja, maar hij noemt hem dus ook een killer. En dan zeg je, je hebt gedeelde belangen. Als ik iets van iemand moet, dan noem ik die niet een moordenaar. Ja, maar we moeten in Nederland af en toe leren dat we, zeg maar, zoals je naar de binnenlandse politiek kijkt, waarbij je mensen de maat neemt als ze over de schreef gaan. Zo kan je niet naar de buitenlandse politiek kijken. Hoe moet je er dan naar kijken? Nou, je moet daar realistisch naar kijken. En ja, we zijn niet in de wereld om overal vrienden te maken. We zijn om belangen te behartigen. Dat is wat Biden hier doet. In dit geval niet alleen de belangen van de Amerikanen, die geschaad zijn in de periode Trump, maar ook die van de westerse wereld, waar hij zich nu weer toch een beetje de leider van probeert te tonen. Maar hij zegt ook tegen de rest van de westerse wereld, waaronder tegen ons Europeanen, doe wel mee. Want jullie zijn een klein beetje achtergebleven op dat vlak. Defensieuitgaven, handelspolitiek, economisch politiek inzetten voor politieke doelen. Is dit dan ook een van de redenen waarom hij dit aangaat, dit gesprek? Om even te laten zien, ik ben er weer, we gaan het nu op mijn manier doen. Ja, maar het echte speelveld of het echte schaakbord is met de Chinezen. Ja, nou goed, daar moeten we dan maar op wachten totdat dat gesprek een keertje komt.